Three delicious and Thai. Aroi. We zitten hier bij Ronald van Layer. Bekend van Layer, zo moet ik het zeggen. Ja. Jij bent waarschijnlijk een hele unieke mens in Nederland, want jij hebt een Google Glass. Ja. Hij ligt hier voor ons. Je hebt ons uitgenodigd om even naar te kijken. Dat is natuurlijk super. Dit is de doos. Dit is de doos, ja. Ja. Met een mooi tasje erbij. Ja. Moet zeggen, hoe ze het gedaan hebben bij Google, als developer preview. Ik heb veel pre-release apparaten gehad, maar ik heb nog nooit zo'n gelikte verpakking. Ja. Het ziet er inderdaad geweldig uit. Het is een perfecte, mooie doos. Mooie print erop. Ja, de inhoud is ook heel mooi, begrijp ik. Zullen we open doen? Ja. Nou. Kijk, fantastisch. Daar ligt hij dan? Ja, nou, ik zal hem even iets omhoog houden. Dan kan jij vertellen wat er al in zit. Nou, wat erin zit, uiteraard de Google Glass zelf. Ja. Je ziet op de camera, we zien hier allemaal tekst staan. Je vertelt aan ons wat er allemaal dus, op het apparaat te zien. Er zijn niet heel veel controls op, maar de dingen die je hebt, die worden al meteen uit. En dat is dus het bril. Voordat we naar het bril gaan, wat zijn de extra's die je erbij krijgt? Nou, in principe in de doos zelf, wat je kan verwachten eigenlijk. USB-kabel. Ja. Wel een vrij unieke USB-kabel met kleurcodering. Ja. Dat is voor het eerst dat ik dat gezien heb, waarbij de adapter is gecodeerd. Je stopt hem altijd goed in. Ja. En ik gebruik hem zelf nog niet heel erg. Ik heb natuurlijk genoeg andere micro-USB-kabels. Ja, precies. Maar effectief is het zo dat hij is gehoekt, waardoor die ook gewoon als stand te gebruiken is terwijl je hem aan het opladen bent. Oké, dat is ook een aangewacht. Verder zitten er wat extra neusvleugjes bij. Het is natuurlijk een bril die op ieder gezicht niet kunnen passen. Ja. Het hoesje. Oh ja, er zit een versterking. Ja, het probleem van Google Glass, en dat was eigenlijk wel een van mijn eerste commentaars voor consumenten, is, ik vind het een mooi apparaat, maar hij is niet opvouwbaar. Dus een normale bril kan je heel erg makkelijk ergens weg opbergen als je hem weg doet. Ja. Dit is eigenlijk één solide geheel. Het is van titanium, dus wel erg flexibel. Maar hoe ga je dit in je tas stoppen? Ja. Er komt een pouch bij waar je hem in doet. En eigenlijk zit er in de basis zit er een brillenkoker. En dat is het. En hij beschermt zeg maar de belangrijke. Dus de belangrijke componenten zijn beschermd. Ja. Hier zit dan het flexibele gedeelte. Exact. Moet je nog steeds een beetje voorzichtig mee zijn, maar dit zou je dan in je tas kunnen gooien. Ja. Het is redelijk van formaat nog. Nou, dat is wel belangrijk. Waar dan? De bril. De bril zelf. Je hebt hem nu een paar dagen in gebruik, hè? Ook op het werk. Ja. Kun je even doorheen lopen eigenlijk op wat de belangrijkste onderdelen van de bril zijn en hoe jij het ervaart? Eerst even de hardware. Nou, het is eigenlijk een erg licht apparaat. Ik heb niet de specificatie, maar volgens mij is het van 80 gram. Ja. Is ook wel nodig. Ik ben zelf geen brillendrager, maar ik was redelijk snel gewend aan het gewicht op mijn hoofd. Ja. Van brillendragers heb ik eigenlijk wel begrepen dat het vergelijkbaar is qua gewicht. Uiteraard is wel het gewicht allemaal richt. Eén kant op gericht. Nou, wat je hebt is alles zit hierin. In de basis heb je een batterijtje zitten. Klein kritiekpuntje is dat dat redelijk snel gaat. Het voordeel is dat die ook weer heel snel opgeladen is. Het is gewoon lage capaciteit. En in dagelijks gebruik moet ik zeggen dat het wel meevalt. Als je veel demo't en in de eerste dagen heel veel mee speelt, dan heb je altijd zoiets van na anderhalf uur, twee uur van wow, is dat mijn percentage? Okay. Maar ja, in New York heb ik ook een lange wandeling ermee gemaakt, waar ik veel foto's heb gemaakt, video's heb geschoten. Een stukje navigatie en na vijf uur was er nog 33% over. Dus wat dat betreft was ik daar blij verrast over. Nou, wat je hebt, hier is dus een batterij. Volgens mij dit gedeelte bevat dus alle hardware wat eigenlijk een volledige smartphone is. Er zijn een aantal dingen. Je hebt een shutter button voor als je foto's of een video wil maken. Je hebt een aan- en uitknop hier. Een standaard micro-USB aansluiting. Het audio gaat via dit wonderbaarlijke apparaatje. Dat is een bone conduction audio, dus dat zit tegen je schedel. Het trilt tegen je hoofd. In het begin is dat een beetje raar, omdat het voelt alsof het kietelt. Ja. Maar effectief voor spraak is het goed genoeg. Je gaat geen audio mee, geen muziek mee luisteren, maar
Voor de instructies en voor notification geluid is het prima. En uiteraard, hetgeen werd allemaal omgaat, het glas zelf. Ja. Het is een bewegelijk klein ding waarmee je het een beetje kan aanpassen op je hoofd. Ja. Nou, ik heb het zelf net al. Ja, ik heb het net ook opgehad en je moet even het schermpje moet je eventjes zo uitlijnen dat je. Elk hoofd is anders, waardoor die net iets bijgesteld moet worden. Er zit een klein beetje speling in. Ja. Bepaalde mensen moeten ook iets hoger op de neus, dus kan je dit een beetje bijbuigen. Ja. Maar goed, in de omhulsel hier zit eigenlijk een projector die op het kleine spiegeltje wat erin zit projecteert. Ja. Wat je dan eigenlijk kan zien. Ja. En aan de binnenkant zit ook nog een leuke sensor. Ik weet niet precies wat het is. Het is deels proximity sensor, die je ook op je telefoon hebt. Maar dit is ook eigenlijk een klein cameraatje wat je ogen in de gaten kan houden. En er zijn al mensen die het gehackt hebben om daar knipoogdetectie mee te doen. Zodat je kan knipoogen en een foto kan maken. Ja. Maar eens even afwachten wat ze er verder mee gaan doen. Standaard. Out of the box is het eigenlijk een proximity en detecteert hij of je hem op je hoofd hebt of niet. Okay. Dus als je hem opzet, hoor je hem aangaan en doe je hem af, dan schakelt hij zichzelf automatisch uit. Ja. En dat is de hardware eigenlijk. Ja. Oké, en dan zet je hem dus op je hoofd. En eigenlijk, dat heb je net wel gezien, ik zie wat jij ziet. Dat weten heel veel mensen eigenlijk, volgens mij helemaal niet, maar ik zie wat jij ziet, ik zie hier het displaytje. In principe, het is een volledig transparant blok en alles wat ik zie, je ziet het in een heel klein miniatuurscherm. Ja. En voor demos is het heel handig, omdat ik kan zien welk kaartje je hebt, welk scherm je ziet. Ja. Maar als ik een foto maak, dan zie jij dat ik een foto van je maak. Ja. Je ziet dan de preview gewoon verschijnen. Ja. Het is gewoon een klein display. Ja. Maar goed, ik zei, demo's kan ik kijken. Ja. Ik heb er net even mee gespeeld en dan doe je heel veel onhandige dingen. Wat ik al geleerd en begrepen heb, is dat de zijkant van de bril is gevoelig. Daar kun je mee bedien je mij eigenlijk. Ja, in principe, de hele zijkant is een touchpad. Ja. Dus er zijn een aantal gestures die je ermee kan doen. Nou, de simpelste is erop tappen, daarmee zet je hem aan. Ja. Ik zal even dit nog laten zien. De software. Die ik op mijn telefoon heb, kan ook het scherm laten zien. Dus als ik op tap, dan krijg je een homescherm te zien. En van daaruit kan je het hele ding besturen. Nou, andere dingen die je kan doen is swipen. Google Glass is eigenlijk, de interface is een tijdlijn gebaseerd ding. En je kan twee kanten op swipen. Als je terug gaat, dan zie je alle foto's en video's informatiedisplays die je in het verleden hebt gemaakt. Search for yeah. Ja, had ik net gehoord. Hij is vrij gevoelig voice search, dus dat doet hij dan allemaal. Ja. En als je de andere kant op gaat, dan is voor de gemiddelde Android gebruiker is het een vrij gebruik. Dus de Google Now Cards die op je telefoon hebt. Wat je hier ziet is het weerbericht voor Delft waar we nu zijn. Kan je op ingaan en zie je dus. En dit zie jij dus allemaal. Ik zie dit ook voor mijn ogen nu. Ja. Wat ik net deed is ik tapte op dit kaartje om meer informatie te krijgen. Wat je nu ziet, de timeout is echt heel snel ingesteld. Dus als je 5-10 seconden niets doet, dan gaat hij uit. Dat is puur om batterij te besparen. Ja. Maar dan ben je aan, denk ik. Daar ben je aan. Ja. Ja, in principe, als je ergens mee bezig bent, ik ben nu aan demo, dus dan zal het vaker gebeuren. Maar normaal gesproken is het ook zo, glas is niet iets wat je op hebt en continu gaat zitten staren. Je gaat niet in de trein zitten en een filmpje kijken. Nee. Daar is het gewoon totaal niet voor geschikt. Nee. Het is eigenlijk puur een middel om snel informatie te kunnen inzien en snel notifications te krijgen over een mail die binnenkomt. Ja. Je kijkt ernaar en that's it. Vervolgens kan je wel actie ondernemen te beantwoorden. Ja. Werkt alleen in Amerikaans en Engels op dit moment, dus in Nederland is het gebruik daarvan redelijk beperkt. Maar de meest
voor de mensen het meest vanzelfsprekende is en wat voor de geest kan houden, is foto's nemen daarmee. Dus ja. Jij, als jij nu naar de camera kijkt en jij zegt, wat voor... In principe laat ik even doorheen gaan. Ja. Standaard luister je niet naar je. Dus als ik op tap, dan gaat het scherm aan en dan kan ik zeggen, oké, Glass, take a picture. Nou, nu zien we dus een mooie shot van de camera. Ja. En dit kun je delen? Dit kan ik delen. Ja. Dus, nou, is hij eruit gegaan. Ja. Als ik nu die foto opzoek in mijn timeline, dus één swipe naar voren, dan zie je de foto. En op elk kaartje kan je eigenlijk tappen en dan zie je de menuopties die je op die foto kunt doen. In dit geval share of delete. Ja. Nou, als ik op share klik, dan zien we hier iets wat jullie eigenlijk niet moeten zien. maar ja, dan kan ik dus kiezen voor in dit geval Facebook Friends, omdat ik die app heb enabled, Google Plus Circles. Ja. En de contacten die ik geselecteerd heb. Okay. Dus laat ik hem gewoon even sharen met mijn Google Plus Circles. En nu staat hij op Google Plus. En met de hashtag ThroughGlass. Met de hashtag ThroughGlass wordt automatisch toegevoegd. Ja, wat je in de afgelopen periode, wat je waarschijnlijk gezien hebt, is heel veel posts van mensen met Glass met alleen de hashtag. Ja. Toevallig is er vanochtend een nieuwe firmware uitgekomen waarbij je dus captions kan toevoegen. Heb ik nu net nog niet gedaan, omdat dat is nog heel erg nieuw. Ja. Maar op dit moment is het dus als ik share, dan kan ik nog een keer tappen en dan kan ik mijn tekst voor mijn post kan ik dicteren. Ja, en de stemherkenning is echt heel goed, hè? Het is vergelijkbaar met wat je op je telefoon hebt. Ja. Het is niet beter in ieder geval. En als je Amerikaans-Engels spreekt, in de context ook Amerikaans is, dan werkt het goed. Ja. Als je Nederlandse plaatsnamen of Nederlandse winkelketens gaat gebruiken, dan herkent hij dat niet. Ja. Als ik bijvoorbeeld wel iets met layer wil doen, dat is sowieso lastig, omdat het eindigt met AR in plaats van ER. Ja, dat zal hij niet detecteren. Wat ze hebben, wat ze heel erg slim hebben gedaan, is dat ze het aantal commando's hebben beperkt. Ja. Dus als je echt moet dicteren, dan heb je dus hetzelfde probleem wat je op je Android-toestel hebt. Maar wat je dus ziet als ik hem aanzet, en dan zou ik oké glas zeggen, dan zie je dus dat er eigenlijk maar... ik ga even iets te ver. Er zijn er maar 1, 2, iets van 8 opties die je kan doen. Ja. Zo, ik ga ze nu niet hier zeggen, want wat begint hij ermee? Ja. Maar even in doen. Je kan Google search doen en daar kan je eigenlijk alles mee doen wat je in Google nou kan searchen. Dus inclusief de commando's qua specifieke zoekopdrachten. Je kan je als calculator gebruiken, je kan informatie over films opzoeken, acteurs, je kan image search kan je mee doen. Translate is eraan gekoppeld, wat erg handig is als je in het buitenland bent. Maar dat is eigenlijk allemaal onder het zoekterm Google. Dus je begint oké Glass, Google en dan wat je maar wil weten en dan zal die dat doen. Ja. Daarnaast is er take a picture, record a video, dat zijn eigenlijk de standaard use cases. Een hele interessante use case is navigatie, dus je kan zeggen get directions to een adres of een Starbucks filiaal. Ja. Eigenlijk alles wat je kan zoeken in Google Maps kan je daarmee zoeken. Ja. Ik kan ook zeggen van get directions to a restaurant en dan zal hij suggesties geven van de restaurant in de buurt. En dan, dat is eigenlijk een van mijn favoriete features, dus dan kan je ook navigeren. Dus dat is eigenlijk, Glass is dan het navigatiesysteem wat je in de auto hebt voor wandelingen of voor op de fiets. En dat werkt met pijltjes of met geluid? Nee, in principe is het een volledige kaartweergave die je in de hoek ziet. Wel erg simplified, omdat je niet te veel informatie wil zien. Maar het mooie is ook dat die gekoppeld is aan het kompas wat erin zit. Dus als je aan het lopen bent, kan je gewoon je hoofd draaien en je ziet ook gewoon in welke straat die richt. Ja. En dat werkt heel erg goed. Wat ik zeg, inderdaad voor wandelen en voor op de fiets. Ik heb het ook in de auto geprobeerd, uiteraard toen ik terug was in Nederland. Daar zie ik niet echt de voordelen van, want het is een beetje raar omdat het zweeft boven je zichtveld. Effectief kan het. Het is niet afleidend tijdens het rijden, maar het heeft niet echt meer waarde ten opzichte van je telefoon en een autohouder. Dat rijdt veel meer. Daar is hij ook niet voor bedoeld. Is hij niet voor bedoeld? Nee, hij is bedoeld voor die kleine, korte stukjes informatie die je nodig hebt. En, klopt. Je hebt nu een week, twee weken nu. Twee weken nu en
En je zegt net tegen mij, ik heb hem niet elke dag op. Klopt. Of ik heb hem niet de hele tijd op, laat ik zeggen. Waar zie jij en zeg maar, waar zie jij de grootste, beste use case in? Wat gaan we hier het snelste mee doen? Nou, ze richten zichzelf heel erg op de foto's, video en navigatie. En dat zijn ook de dingen die out of the box het beste werken. Als je op reis bent, is dat echt de perfecte use case. Ik heb het in New York gebruikt. Ik heb het vorige week ook een weekendje weg geweest. Ook heel veel gebruikt, foto's te nemen. Is ideaal. Maar die functies heb je in het dagelijks leven niet nodig. Als ik naar mijn werk ga, weet waar ik heen moet. Dan maak ik ook niet veel foto's en video's. Dus daar heb ik eigenlijk in die weken, die twee weken dat ik hem heb, heb ik hem niet eigenlijk heel vaak dagelijks op gehad. Ik heb hem nu twee keer in de trein op gehad, gewoon om te kijken hoe mensen reageren ook. En je gebruikt hem niet heel veel. Ja, de notifications krijg je binnen, je kijkt er even snel naar. Maar dat is waarschijnlijk niet de use case die je gaat hebben om echt op te houden. Ik denk dat de klas veel groter kan worden in echte gespecialiseerde use cases tijdens werkzaamheden. Een heel erg interessante feature die ik zie is de video hangouts. Terwijl je met werkzaamheden bezig bent, je hebt je handen vrij. Je kan met een instructeur ergens een videoverbinding hebben. Ja. Je ziet die instructeur boven in een ooghoek. En die instructeur ziet eigenlijk alles wat je doet. Die kan je handen zien, die kan je instructies geven. En daar is het echt heel erg nuttig voor, als tool. Ja. Andere dingen, ja, ik ben naarstig op zoek. Ik ben nu eigenlijk wel van plan om wel dagelijks te gaan gebruiken. Puur om meer gewend te raken en om me heen te kijken van wat kan ik ervoor gaan bouwen. Uiteraard zijn we binnen Layer ook aan het kijken wat ermee kan. Het is vrij beperkt, omdat heel veel mensen noemen Google Glass een augmented reality bril, maar dat is het niet. Nee. Het is een informatiedisplay wat je boven je hoek hebt zweven, maar wat we bij Layer doen, waarbij je echt informatie over bijvoorbeeld een tijdschrift heen legt, waarbij de buttons en de video's en 3D-modellen echt in context op een object zit, dat ga je niet krijgen met Glass. Nee. Layer, stel je voor ik mijn auto een stuk en ik moet in het motorcompartiment kijken en ik moet de oliepeilstok vinden. Ja. Zou het kunnen dat Layer daar een applicatie voor maakt, dat als ik naar de motor kijk, dat ik een hoekje ziet van een pijltje, van daar zit je oliepeilstok? Ik weet niet of Layer daar iets mee zou doen, maar het zou wel een use case kunnen zijn daarvoor. Het is puur de beeldherkenning wat je dan zou hebben en dan kan je informatie weergeven. En dat is zeker iets wat met de Layer technologie kan. Ja. Daar heb je ook een prototype eigenlijk mee gebouwd om te kijken wat we met de API's van Glass kunnen doen richting onze servers. Ja. En daar hebben we nu heel erg gericht op die visual search. Het probleem is de visualisatie voor ons. En dat is nog iets waar we naastig naar op zoek zijn van wat kunnen we daarmee om nuttig te maken. Ja. Laatste vraag. Dit is nog een beetje de heilige graal. Jij hebt voor ons de heilige graal. Iedereen vindt het een ontzettend interessant product. Iedereen, ik denk in de trein dat je ook aanspraak hebt of wel sowieso bekijkt. En op evenement heb je sowieso aanspraak. Hoe snel gaan we meer mensen met dit product zien? Nou, ik zie nu dat ik ben nu een van de eerste 2000 mensen die vorig jaar Google I/O de pre-order hebben gedaan. Die zijn nu eigenlijk allemaal voorzien. En ze zijn volgens mij volgende week begonnen met het verkopen aan de If I Had Glass. Ze hadden zo'n actie op Twitter en Google Plus, waarbij iedereen zijn ideeën kon spuien en om kans te maken om als een van de eerste te mogen kopen. Ja. En daar zijn ze nu mee bezig. En volgens mij hebben ze daar iets van 5.000 tot 7.000 mensen voor geselecteerd. Dat zal waarschijnlijk in de komende 2-3 maanden zal het uitgerold worden. Ja. En ze hebben zelf als doel gesteld eind van het jaar, begin volgend jaar, om de consumentenrelease te doen. Dus de vraag is wanneer ze dat echt gaan doen. Als ik kijk naar hoe het product er nu uitziet qua aankleding, zijn ze behoorlijk ver. Ja. Er moeten natuurlijk veel iteraties ook nog overheen komen. Wat ze nu dus doen is, elke maand komt er een nieuwe firmware uit. Vanochtend update gehad. Die toch steeds weer dingen verbetert. En iedereen die nu die bril koopt, alle developers en de mensen die in de komende maanden hem krijgen, die worden onderdeel van het Explorer-programma, krijgen toegang tot een speciaal forum, direct contact met het team.
En die kunnen dus feedback geven over wat ze nodig hebben als API's om interessante applicaties te ontwikkelen, enerzijds. En ook ja, voor de consument van hoe ze het aan kunnen pakken. Ronald, dankjewel. Graag gedaan.